In Park Merwestein werd vandaag de eerste statiegeldbeugel in gebruik genomen. Het concept van de beugel is simpel. Mensen die hun statiegeldblikje of flesje niet willen terugbrengen naar de supermarkt, kunnen ze vanaf nu doneren door ze in de beugel te plaatsen. Wethouder Tanja de Jonge en initiatiefnemer Vincent Beck zijn blij met deze ontwikkeling en zien meerdere voordelen. Je hebt mensen die het te hard nodig hebben en die hoeven dan niet met hun armen in zo'n vuilnisbak te graaien voor het flesje op te pakken. Dat is een winstpunt voor die mensen. En mensen die met een verloren flesje lopen, van denken waar moet ik dat terecht? Ja, het is makkelijk gekocht in de supermarkt, maar niet zo makkelijk weer teruggebracht. En die hoop ik dat die het in de donering plaatsen en dan heeft een andere er wellicht profijt van. Ja, we hebben ons ook laten inspireren door andere gemeenten die hier al mee bezig zijn. We hebben gezegd in Dordrecht, we beginnen vandaag en volgende week komen er nog meer. We willen eerst even kijken hoe het gaat werken. Er zullen zo'n 40 komen hier in de binnenstad. Gaan we goed monitoren van hoe wordt er gebruik van gemaakt, wat gebeurt er rondom de prullenbakken, wat gebeurt er in het park. Of in de straat zien we daar inderdaad minder losliggende blikjes en flesjes. En dan gaan we kijken van is het misschien zinvol om dit nog groter uit te gaan rollen. De wethouder en café-eigenaar hadden vandaag de eer om de eerste beugel in gebruik te nemen. Een logische keuze, omdat het idee bij hun ontstond. En toen liep ik een keer het ziekenhuis uit en ik had net een flesje gekocht bij een winkel die daar zit. Ik kon dat flesje nergens kwijt en ik liep die winkel weer naar binnen en ze zeggen, waar moet ik dit flesje kwijt? En zeggen ze, ja, bij onze supermarkt in de binnenstad. Maar ja, ik wist van de donering en ja, toen heb ik dus de volgende dag een e-mail geschreven naar de gemeente, naar Tanja in dit geval. En zodoende hangt de eerste er. Ook de frequente bezoekers van Park Merwestein zijn positief gestemd over de statiegeldbeugel. Nou, grappig. Ja, goed idee. Denkt u dat het gaat werken? Nou, ik denk dat best veel mensen die blikjes en die flesjes verzamelen. Want ik heb wel dat ik bij de supermarkt kom en dat er mensen met grote vuilniszakken met blikjes en flesjes. Dus die hebben ze verzameld. In totaal zullen er de komende weken nog eens 40 statiegeldbeugels geplaatst worden in Dordrecht. De beugels zullen oranje van kleur zijn en hebben plek voor 8 blikjes of flesjes.